Goedemiddag allemaal. Welkom bij alweer een derde week van Grip op Informatie. Mijn naam is Jeroen Jonkers en we hebben vanmiddag een webinar specifiek gericht op de aansluitingen op Plooi en de eerste ervaringen daarmee. Het webinar is een reeks van 14 webinars met 51 sprekers in totaal. Als jullie vanmiddag vragen hebben, kun je die stellen in de chat. We zullen ze zoveel mogelijk proberen te beantwoorden tijdens het webinar. Mocht het nou niet lukken, dan zullen ze anders beantwoorden in de chat. En anders worden ze achteraf nog weergegeven op kia.pleio.nl, waar alle vragen en antwoorden worden gepubliceerd. Het komende uur hebben we vier sprekers. De eerste is Jelle Verburg dadelijk, productowner bij Coop. Die gaat daadwerkelijk vertellen over de ontwikkeling van Plooi en op welke manier je zou kunnen aansluiten als gemeente zijnde. Vervolgens gaat Holger Peters vertellen van de gemeente Buren over de ervaringen van het afgelopen jaar en hoe zij proberen aansluiten op Plooi. Anders hoe zal ze aangesloten op Plooi. En als laatste Maurice Veldhoven en Vincent Wiekenkamp. Zij hebben beide positieve ervaringen vanuit het ministerie van OCW. Ik hoorde net al dat zelfs gisteren ook weer een document weer geplaatst op Plooi. En dat er ook al actief gebruik van wordt gemaakt. Ik wens jullie heel veel plezier en ik geef graag het woord als eerste aan Jelle. Ja, dankjewel Jeroen. Welkom natuurlijk allemaal ook vanuit mijn kant bij de webinar het aansluiten op Plooi. Vervolg ook op wat we in november hebben ook een webinar gegeven over de aansluiting op Plooi. En daar ga ik jullie graag wat meer over vertellen over de huidige stand van zaken en ook over het vervolg. Nou, wat heb ik meegenomen? Wat staat op het programma? Eerst ook even kort voorstellen voor de mensen die mij nog niet kennen. Daarna gaan we in over wat is de stand van zaken nu? Wat hebben we al opgericht en waar staan we nu? Vervolgens gaan we in op het aansluiten op het portaal. Hoe werkt dat nou? Daar wil ik hier graag wat meer over vertellen. En ook toekomstmuziek. Dus wat staat er op de planning? Nou, even voorstellen, mijn naam is Jelle Verburg. Ik ben product owner van Plooi. Ik ben werkzaam al een aantal jaar voor Coop. Ik kom uit de open overheidskant, maar dan meer vanuit de datakant. En mochten jullie na aanleiding van deze presentatie, of eigenlijk dit webinar, nog vragen hebben over de aansluiting op Plooi, schroom vooral niet. Neem vooral contact op en hier zien jullie mijn e-mailadres. Coop, ja, waar staat het nou eigenlijk voor? Ik denk dat de meeste van jullie misschien wel wat kennen, maar Coop staat voor Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties. En wij helpen overheden bij veelal hun wettelijke verplichting om te publiceren. We zijn een uitvoeringsorganisatie, dat is vooral het ministerie van Binnenlandse Zaken. En waar kun je ons van herkennen in het doen van die formele overheidspublicaties? Nou, bijvoorbeeld overheid.nl of bijvoorbeeld wetten.nl, waarop je alle wet- en regelgeving kan vinden. Of denk aan bijvoorbeeld Drop, waarop publicaties worden gedaan vanuit je gemeente. Eigenlijk zijn we dus een digitale uitgeverij van publicaties van de overheid. Dat even heel kort qua wat is Coop en ik wil nu vooral ingaan op Plooi en waar staan we nu. Maar om naar Plooi door te gaan, is misschien even heel goed nog van ja, waar komt dit vandaan? Nou, we kennen natuurlijk allemaal dat er potentieel naar de nieuwe situatie de wet open overheid gaan. Dat ligt nu nog voor in de Eerste Kamer. En als we naar die wet open overheid kijken, dan zien we eigenlijk dat die essentie daarvan ligt in de focus op actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. En het ook daadwerkelijk vindbaar maken voor hergebruikers van deze informatie. Nou, en omdat informatie vinden eigenlijk een smoel te geven, is Plooi ook onder andere ontstaan als centraal register waarop je informatie kan gaan vinden. Voor degenen die Plooi denken, ja, waar staat dat eigenlijk voor? Nou, dat staat voor platform voor openbare overheidsinformatie. En de essentie dus van Plooi gaat om het vinden van overheidsinformatie. Vervolgens lijkt het me goed om even te kijken, ja, als dat het essentie van vinden is, wat doen we dan precies vanuit Plooi? Nou, allereerst proberen we natuurlijk de documenten zo goed mogelijk te categoriseren. Van waar die categorisatie? Nou, in de wet open overheid staan 11 informatiecategorieën genoemd, waarin we als overheid verplicht worden gesteld om actief te gaan publiceren. Nou, wij vanuit Plooi proberen dat zo goed mogelijk te ondersteunen in het vinden en het zoeken naar deze informatie. Daarbij kijken we natuurlijk ook gelijk naar wanneer is het document dan ook permanent vindbaar en hoe gaan we dat met elkaar regelen. Nou, ook via Plooi proberen we ook zo goed mogelijk de documenten
vindbaar te maken. En ook meerdere manieren, meerdere mogelijkheden creëren om het ook goed te gaan doorzoeken. Jeroen, ik zie dat er al vragen zijn. Ja, er is een vraag in de chat, Jelle. Ja. Is het ook mogelijk om meer documenten te plaatsen op LOI dan alleen maar de 11 verplichte categorieën? Op dit moment nog niet. Op dit moment focussen we ons echt op het realisatie van de actieve openbaarmakingskant vanuit de wet open overheid. De intentie zit er wel in om het natuurlijk wat breder te maken, maar op dit moment focussen wij ons echt even op die 11 categorieën, dat we dat zo goed mogelijk ontsluiten en vindbaar maken. Vervolgens proberen we natuurlijk ook relaties tussen documenten te tonen. En eigenlijk het grote voordeel is straks ook dat je via Plooi alle documenten kun je vinden via één centrale plek met ook gerelateerde documenten. Nou, dat is eigenlijk de kern en de essentie wat we binnen Plooi doen. Dan, wat betreft, ik heb natuurlijk in november al wat meer aangegeven over Plooi en hoe dat in elkaar zit, maar ja, eigenlijk wat zijn al de huidige stand van zaken? Nou, we zijn begin maart zijn we live gegaan met een eerste versie. En deze eerste versie is ook te zien via open-pilot.overheid.nl. We hebben dan ook diverse pilots uitgevoerd. Nou, gelukkig komen na mij komen Holger en komen Vincent en Maurice iets vertellen vanuit een organisatie over de aansluiting en hoe je dit kan realiseren. En daarmee met de diverse pilots hebben we ook een aantal interessante inzichten opgedaan over de aansluitingen, waar ik straks iets over ga vertellen. Dus ben ik vooral benieuwd naar jullie ervaringen. Als jullie daar naar kijken, neem ik zo gelijk de uitnodiging. Kijk er gerust naar. Geef ons ook ervaringen door. Dan staan we uiteraard zeer voor open. Tot een paar vragen nog even, Jelle. Ja. Wat is de relatie tussen Plooi en de wet elektronische publicaties, de web? Ja, die is inderdaad vaker voorbij gekomen. In de web, en vanochtend hadden we tijdens de webinar Juliette vanuit de VNG, die daar heel vanuit juridisch oogpunt veel goed aandacht aan kan geven en een antwoord op kan formuleren. In principe wat je met de web probeert te doen, is het bekendmaken, faciliteren. En Plooi richt zich met name op het overkoepelende geheel, waarin dus ook een gedeelte van die web ook in zit, in de gedeelte van die categorieën. Maar dat is de relatie dus tussen Plooi en de web. De web is een manier van het bekendmaken en Plooi is ervoor om te zorgen dat je straks die overkoepelende bak aan documenten kan gaan vinden. Voor een goede juridische verwijzing verwijs ik vooral even naar het antwoord van Juliette, dus misschien die ook nog even kunnen worden gedeeld. Maar dat vanuit mijn kant. Okay. Andere vraag is van waar sla je nou precies die documenten op? En hoe zorg je ervoor dat jullie ook voldoen aan de wettelijke selectielijst? Ja, kom ik straks nog op terug, maar voor nu kan ik wel even volstaan met een antwoord. In principe is Plooi een verwijsindex en we verwijzen dus naar waar de documenten te vinden zijn. Dat betekent dus dat wij zoveel mogelijk, en daar gaan we straks in de aansluiting ook nog wat over laten zien, zoveel mogelijk dus verwijzen naar de plekken waar het te vinden is. We hebben ook opslagvoorzieningen beschikbaar en op dat moment slaan wij het bij ons bij Plooi zelf natuurlijk op. Maar in principe proberen we dus zoveel mogelijk te verwijzen en daarmee proberen we daar dus zo goed mogelijk hand en voet aan te geven. Dan wat betreft het aansluiten op Plooi. Dus we hebben de stand van zaken erbij gehad van waar staan we nu, maar hoe kun je dan ook aansluiten en hoe kunnen we daarop anticiperen? Nou, hij kwam net al even voorbij. Wij focussen ons vooral nog even op die informatiecategorieën die in de wet open overheid staan genoemd. Op termijn willen we dat ook wel uitbreiden. Maar publicaties kun je momenteel nog op twee manieren doen. Enerzijds handmatig, en daar kom ik zo meteen nog over te spreken van hoe dat dan precies in zijn werking gaat. Handmatig via een aanleverloket. En op die manier kun je de publicaties publiceren in Plooi. Of antwoord 2, en dat is de automatische manier. Namelijk dat wij verzorgen door middel van een poolkoppeling. De automatische koppeling tussen een bepaald aftappunt eigenlijk bij jullie organisatie en tussen Plooi. Nou, de derde manier, wij verwachten dat in het derde kwartaal 2021 gereed is. En daar focussen we ons vooral ook op qua automatische koppeling. Is de pushkoppeling. En dat is met behulp van de API. En dan kun je dus vanuit je eigen omgeving kun je dat pushen richting Plooi. En hebben we het met name natuurlijk over metadata.
of documenten daar waar het nodig is, maar vooral de focus natuurlijk op metadata. Om dit te realiseren hebben we twee handreikingen beschikbaar en die begrepen van Jeroen dat die ook op kia.plio worden gedeeld en ook op via de koopwebsite wordt dat uiteraard gedeeld. Namelijk een functionele die wat meer vertelt over waarom plooi en hoe verhoudt zich het allemaal tot elkaar. En de technische handreiking, dat gaat meer in op het aanleveren zelf. En daar ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen. Hoe kan ik dan aansluiten op plooi? Nou, als je dat schematisch in een plaatje weergeeft, zie je aan de linkerkant zie je dus het onderscheid tussen automatisch en handmatig. Automatisch kan via je DMS, je zaaksysteem, je website, hoe dan ook. En op die manier proberen we het automatisch met een koppelvlak te realiseren en dat het zo door de plooiketen heen gaat. Nou, in die plooiketen zijn we aan het verrijken, proberen we relaties te leggen, proberen we onze kennis ook verder toe te passen. Met behulp van onder andere linkdata technologie. En uiteindelijk maken we het aan de voorkant inzichtelijk voor hergebruik, voor door middel van de website, et cetera. Aan de onderkant, aan de linkerkant zien jullie zo'n poppetje. En dat betekent, die publiceert de documenten handmatig via ons loket. En op die manier komt het ook in dezelfde plooiketen terecht. En kunnen we eigenlijk hetzelfde toepassen als hetgeen we bij de automatische koppeling hebben gegeven. Dus dat is het onderscheid tussen de koppelingen die er zijn. In de volgende slide heb ik daar wat meer schematisch aangegeven. Ook hier zien jullie weer aanlevering via de API. Vervolgens komt het door die hele keten in en wordt het zichtbaar aan de voorkant van het portaal. Het aanleverloket. En tot slot willen we ook graag aangeven, soms is het niet direct mogelijk om of het een of het ander te kiezen. Uiteraard is er ook altijd ruimte voor een beetje maatwerk om met elkaar goed te gaan kijken wat er voor jullie organisatie nodig is. Jelle, een paar vragen. Ja. Is er ook een relatie met de DSO van de Omgevingswet? Er is een relatie met de DSO van de Omgevingswet. Maar wij kijken vooral even naar waar de WOZ zich op richt. En publicaties die via de DSO van belang zijn voor de WO of voor plooi, die zullen we uiteraard meenemen. De DSO zit ook, zitten wij als koop ook een gedeelte bij. Wat we doen van de publicaties, dus daar waar er een relatie in zit, die proberen we zo goed mogelijk plooien al beschikbaar te maken. Okay. Voldoet plooi ook aan het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, TBDT? Of moet de informatieleverende organisatie daar zelf voor zorgen? Nou, dat is leuk. Ik heb toevallig vanochtend een mailtje gehad van iemand die vanuit toegankelijkheidseisen heeft meegekeken aan ons. Die was heel positief over het portaal qua toegankelijkheid. Dus dat is, daarmee voldoen wij zoveel mogelijk aan de toegankelijkheidseisen. Zij gaf ook aan dat de meeste PDF ook voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Alleen wij zijn voor de inhoud van die PDF's, daar zijn we natuurlijk niet verantwoordelijk voor. En daar zullen we natuurlijk wel zo goed mogelijk ook begeleiding in gaan bieden hoe je dat het beste kan gaan realiseren. Maar wij zijn dus hier in die zin van bewust van de toegankelijkheidseis. En het positieve, dus op de eerste versie is heel positief gereageerd ook qua toegankelijkheidseis. En iemand die het echt heeft meegekeken, dus dat kan ik het antwoord geven. Okay. Er zijn wel meer vragen van Jelle, maar het verzoek is dadelijk op het moment dat Holger zijn verhaal vertelt, ja, of hij dan in de chat wil beantwoorden. Ja, zeker. Ga ik doen. Dan wat betreft het aansluiten. Hoe werkt het nou? Hoe gaat dat nou? Hè? Want, ik heb dat natuurlijk op hoofdlijnen verteld, maar wat voor stappen moet je nou doorlopen? Nou, wat betreft zowel de handmatige als de automatische koppeling is eigenlijk altijd stap 1, is dat we graag door middel van de intakegesprek tussen plooi en organisatie willen we graag even kijken, wat is de stand van zaken? Wat zijn jullie wensen? Om hoeveel documenten gaat het? Nou, dat is eigenlijk de eerste stap om kennis met elkaar te maken met behulp van de intakegesprek. Nou, als we dan tot de conclusie komen, nou, een handmatige koppeling, het handmatig publiceren, dat zien we zitten. Dan gaan we over tot de vervolgstappen. Dan moet je denken aan het aanvragen van accounts, het toegang krijgen tot het loket, het invoeren van metadata plus publicatie van het document. En uiteindelijk, zodra het geïndexeerd is, zal het ook aan de voorkant van het portaal helemaal netjes zichtbaar worden. Nou, Vincent en Maurice gaan daar straks iets over vertellen vanuit de SCE, hoe ze dat hebben beleefd.
Maar dit zijn de stappen die erbij komen kijken wat betreft een handmatige koppeling. Het begint altijd bij dat intakegesprek tussen plooi en de organisatie. Om je een beeld te geven van hoe ziet zo'n eigen omgeving eruit, heb ik in de volgende slide heb ik twee afbeeldingen opgenomen van ja, hoe ziet dan zo'n loket eruit. Eigenlijk vraag je natuurlijk een bepaalde basis aan metadata die ik zo meteen nog laat zien. Je kunt eventueel je metadata nu ook wijzigen in je eigen loket. En je hebt een overzichtje met allerlei documenten die je klaar hebt staan in je loket. En je kunt ook zien of die verzonden zijn naar de plooiketen toe. Eventueel kun je het dedupliceren indien er een foutje is gemaakt of iets dergelijks. Dus je hebt echt een eigen loket waarop je die documenten kan gaan inleggen. Dan wat betreft de automatische koppeling. Nou, ook hier staat hij natuurlijk weer met een intakegesprek, omdat we graag natuurlijk eerst op de hoogte willen zijn van de wensen die er zijn. En vervolgens zie je dat de stappen hierin wat anders worden dan bij de handmatige koppeling. We willen graag ook dan gaan we over tot een analyse van de koppelvlakken van wat hebben jullie ter beschikking, wat hebben wij, hoe verhoudt zich dat tot elkaar, moet daar een mapping aan ten grondslag liggen, dat soort zaken. En gaan we bijvoorbeeld ook uitvoering geven aan die analyse van wat is wat eruit is gekomen. We gaan in dit vierde stap gaan we kijken, is er sprake van een pull of een push mechanisme, wat is het precies nodig. Nou, daarna kom je in de stappen als realisatie van koppelvlak, authenticaties, noem maar op. Uiteindelijk wordt op die manier wordt het ook geïndexeerd weer in de plooiketen. Wordt het zichtbaar en vindbaar ook in het portaal. Maar hier zie je dus dat er dus wat aantal stapjes nog tussen zitten om over te gaan tot die automatische koppeling. Nou, wat vragen wij dan bij zo'n automatische koppeling? Waar kun je dus al op voorbereiden? Dat heb ik in de volgende slide staan. Aantal metadatavelden, denk aan identifier waar wij het altijd kunnen herleiden. Denk aan dat we ook willen weten wat voor URL gebruik je als organisatie waarop het document gewoon vindbaar is voor een eindgebruiker. Verder een titel, een documentsoort, dat heeft natuurlijk te maken met die categorieën die in de wet open overheid staan genoemd. En dit is een redelijk basis set aan metadatavelden. Ook hiervoor geldt, dit is een eerste versie en dat gaan wij de komende tijd zo goed mogelijk proberen verder uit te breiden. Om alvast, ik denk dat daar een vraag wel ongetwijfeld over is gekomen in de chat, maar om alvast aan te geven, we proberen met ons model zo goed mogelijk in lijn te zijn met het MBTO of TMLO, zoals jullie het kennen. En daar proberen ze ook zo goed mogelijk de mapping op te maken. Daar zijn we ons van bewust en daar zijn we ook mee aan de slag. Nou, wil je als organisatie aansluiten, heb je zoiets van, ik zou het graag nu al willen realiseren. Contact ons dan, dat kan wederom via mijn mailadres. En ik heb hier ook meer informatie opgegeven, of eigenlijk een link gegeven met meer informatie om na te lezen. Waarop dus ook de handreikingen en dergelijke ook staan, waarop af en toe ook wat meer informatie staat van, wat is nou de relatie van plooi en de web en DSO, hebben we daar ook dan neergezet. Zijn er nog vragen binnengekomen, Jeroen, of kan ik die straks behandelen in de chat? Er staan nu al nog 14 vragen open, maar ik stel eigenlijk voor om die straks in de chat te beantwoorden. Ja. Zodat we ook met name voor de praktijkvoorbeelden daar vol tijd hebben. Ja, hartstikke goed. Nou, even kort nog iets over de toekomst. Wat staat er voor ons op de planning? Hier zien jullie een hele vereenvoudigde roadmap weergegeven. Ik ga niet helemaal op alle details in. Maar de focus zit dus ook voor ons in, met name en dat staat over in de ontwikkeling van de API voor de push-koppeling, onder andere. We willen wat doen rondom governance, dat heb ik in de volgende slide ook opgenomen. In de volgende slide kunnen jullie ook zien dat we bezig zijn met het instellen van de licentieraad. Dat is eigenlijk met behulp van de koepelorganisaties ook. Gebruikersraden, daar maken we een onderscheid tussen de centrale overheid en de decentrale overheid. Dus dat gaan we proberen. Eigenlijk wat jullie misschien ook wel kennen vanuit bijvoorbeeld wat er vanuit Drop gebeurt ook, zo goed mogelijk proberen in te steken. En we willen ook graag gebruikersbijeenkomsten gaan organiseren, maar echt de focus ligt op hergebruikers van die overheidsinformatie. Om dus die ook zo goed mogelijk bij de ontwikkeling van het portaal te betrekken. Nou, voor de komende periode verder staan er drie globale dingen op voor ons en dat zag je in de roadmap verder uitgediept. Namelijk verzwaren van de techniek. Dus dat gaan we zo goed mogelijk op insteken.
focus dus ook leggen op implementatie. Dus daar willen we dus ook veel meer implementatiewerk zetten voor ons ook te wachten. En tot slot het laatste, namelijk ook het bruikbaar maken van informatie vanuit het perspectief van de burger. Want dat zijn uit de use cases waar wij zoveel mogelijk uit denken. Eigenlijk was dit mijn verhaal. Ik hoop dat ik keurig binnen de tijd ben gebleven. Zet eventueel ook je tops en tips in chat. Ik ben er nog uiteraard. Ik zal ook de vragen beantwoorden. En nogmaals mijn gegevens voor vragen over plooien, voor het aansluiten plooien. Aarzel vooral niet om contact op te nemen. Super. Hey, dank je Jelle. En even voor de chat ook. Hè. Graag eerst publiceren en dan beantwoorden. Dan kunnen iedereen die in de chat zit het gewoon lezen. Toch nog even één vraag haal ik even eruit. Wat houdt precies het verrijken in plooien? Het verrijken is, je moet het zo zien als, wij hebben diverse tooling ter beschikking. Denk aan dat bijvoorbeeld dat heet bij ons bijvoorbeeld een link extractor. Wij kunnen, omdat we die tooling hebben, kunnen we door teksten heen lopen en bepaalde linkjes eruit halen of bepaalde teksten eruit halen. Dus stel een vergadering gaat over bomen, ik noem maar wat. Dan kun je je metadata kun je het een en ander opgeven. Maar de inhoud van het document kan het ook helpen bij het zoeken en bij het vinden daarvan. Dat doen we met verrijken en relaties ook leggen door middel van behulp van linked data. Nou, dat is even een heel klein voorbeeldje wat we bedoelen met verrijken. Oké, top. Dankjewel. Nou, ongeveer 23 vragen staan nog open, Jelle. Succes komende kwartier. Ja. Ik geef nu graag het woord aan Holger Peters. Holger werkt bij de gemeente Buren. Hij heeft afgelopen jaar ook deelgenomen aan de proeftuin om aan te sluiten op Plooi. En gaat zijn ervaringen vertellen. Holger, aan jou het woord. Ja, ik moest even snel switchen, anders stond mijn microfoon nog uit. ik weet niet, ik zie alleen mijn presentatie voor hem, dus ik weet niet precies welk scherm de andere mensen zien, of ze mij niet zien op dit moment op de presentatie. Ik heb mijn scherm zelf even gedeeld in dit webinar, omdat ik ook vanuit mijn presentatie live naar het internet zal overstappen om gewoon dingen in praktijk te laten zien wat we doen vandaar. Ja, het is dan goed in beeld, Holger. Hartstikke mooi, prima. Welkom. Ik ben Holger Peters, werkzaam bij de gemeente Buren. Voor iedereen die de gemeente Buren niet kent, hier ligt de gemeente Buren in het midden van het land. Langs de rivier de Nederrijn en de Lek. Qua omvang zijn we een middenmotor, zeg ik altijd maar. Met 26.000 inwoners zijn we de 270 gemeenten van Nederland. Dus er zijn nog een stuk of 150 wat kleiner. We hebben een stadje Buren, 15 dorpjes en 23 gehuchten. En met elkaar ongeveer 180 medewerkers. Dat zijn wel wat gegroeid, omdat er allerlei taken natuurlijk bijkomen bij de gemeentes rond het sociaal domein, maar ook rond de energietransitie. Dus we zijn groeiende qua aantal medewerkers. Onze slogan is eigenlijk optimale dienstverlening tegen verantwoorde kosten. En daar zal mijn verhaal ook wat over gaan. Wij doen dus ook mee aan de proeftuinplooi. Aansluiten op plooi dan voornamelijk vanuit de VNG. En dat komt eigenlijk omdat wij actief bezig zijn met de migratie naar de Common Ground. Dat is de informatiekundige visie van de gemeente, van de VNG. Die wij als gemeente Buren omarmen en willen uitvoeren. Ik zal in mijn presentatie daar ook nog wel wat op terug gaan komen. We hebben wel gekozen voor een bestaand proces. Wij publiceren namelijk onze WOP-verzoeken nu al op een pagina op onze website. Maar doen daar verder niet zoveel mee. We zetten het gewoon daar neer, actief openbaar gemaakt. En iedereen die dat wil hebben, kan het daar opzoeken. Maar we willen dat eigenlijk gaan kijken van hoe kunnen we die verzoeken die we daar neerzetten nu ook aansluiten op Plooi. En dat is eigenlijk wat we als technische pilot doen. En we doen dit binnen het Open Web Concept. En dat is een samenwerkende groep gemeenten waarin we samen software bouwblokjes maken om dit soort dingen te kunnen realiseren. Het is een pilot, maar we doen het wel in het echt. Dus het is ook echt live zometeen waar we het willen gebruiken. Voor ons is het voornamelijk dat we willen ervaren wat de wet open overheid als extra werk gaat opleveren. Wat wij in ons huidige proces doen is eigenlijk niet mee te dateren van die WOP-verzoeken. Wij plaatsen ze gewoon op de site en iedereen kan ze ophalen. En we moeten ze dus nu mee te dateren om te kunnen aanleveren bij Plooi. Voor mijn presentatie zit er wel een behoorlijke uitdaging in. Want ik heb de deelnemerslijst gezien en het is voor de helft juridisch en de helft ICT'ers. Dus ik zal een beetje een mix maken tussen soms wat dieper de IT in, maar ook de juridische kant. Dus het zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen, ook neer te zetten. In ieder geval, wat de gemeente Buren betreft, is het Common Ground by Design. Dus eigenlijk de informatiekundige visie van de VNG staat voor ons voorop.
Zo willen wij ook aansluiten op Plooi. Nou, vanuit mijn rol als informatieadviseur bij de gemeente Buren heb ik onlangs net het nieuwe informatiebeleidsplan opgesteld. Nou, wat ik al zei, in 2017 zijn we eigenlijk van het oude gedachte dat de overheid antwoord geeft naar een informatiearchitectuur gaan waarbij we in de netwerksamenleving terechtkomen. En onlangs hebben we het nieuwe informatieplan Dit is de Kern vastgesteld, waarin we eigenlijk steeds meer uitvoering aan deze activiteiten willen geven. Nou ja, dus verder met die uitvoering. Dit is de kern en dat staat eigenlijk het digitaal implementatieteam. Dus we zijn nu bezig onder andere ook voor de implementatie van de open WOP, dus de WOP-verzoeken, als team zeg maar de organisatie te helpen om dit digitaal te realiseren. Dus eigenlijk een digitale informatietransitie en waarbij data in toekomstperspectief wordt neergezet. Maar ook voornamelijk droom is toegestaan. Dus de Common Ground beweging maakt het mogelijk om zelf toepassingen te ontwikkelen. Dus je kunt ook zelf meer denken van hoe het eruit moet komen te zien. Durf is top. De investering terugverdienen. Nou ja, dit kun je overal voor inzetten. En dat is eigenlijk een beetje de slogan van waar we in de gemeente Buren nu met de digitale implementatie bezig zijn. Dit is ook wel veel. Ik heb hier even een opsommingje. Als informatieadviseur kom ik eigenlijk tegen al deze wetten aan. En ik heb nu even de wet open overheid, omdat de Plooi hier zich natuurlijk op focust. Maar we hebben natuurlijk ook al deze wetten nog. Ik ga ze niet allemaal behandelen. Maar die eigenlijk relaties hebben met wat we hier binnen de Common Ground aan het doen zijn. Gelukkig blijft er ook wel wat. We blijven kennis opbouwen in onze organisatie. En we kiezen voor die open architectuur. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Die keuze hebben we gemaakt in 2017. En we doen het ook samen. Dus we doen het niet alleen. We gaan ook echte samenwerking zoeken met een heleboel partijen. Nou, je zag ook dit weer samen, hè, aansluit op Plooi. Nou, de gemeente Buren heeft als basisprest de WOP-verzoeken gekozen. Dus daar hebben we al een proces voor ingericht hoe we dat doen. Daarbij heeft VNG eigenlijk al een WOP-metadataset vastgesteld. En samen met Plooi, die daar een technische beschrijving voor heeft gemaakt, gaan we nu aansluiten op die voorziening. En wat we dan eigenlijk binnen het open webconcept doen, is een datadienst opzetten. Ook zo nog even terugkomen. En nou, de volgende stap is dat Plooi aangeeft van nou, kunnen we met deze datadienst van de gemeente Buren uit de voeten of moet er wat aangepast worden? En de afgelopen twee weken hebben we onze datadienst ook nog wat uitgebreid met meerdere zoekfuncties, dat Plooi niet altijd zeg maar de totale dataset hoeft op te halen, maar ook kan zeggen van ik wil alleen de wijzigingen zien per een bepaalde datum of alle nieuwe publicaties vanaf een bepaalde datum. In ieder geval die data uit de bron bij ons ook ophalen. Dit is open. Eigenlijk de wijze zoals wij binnen de Common Ground gedachte aansluiten, zeggen we eigenlijk als bevoegd gezag stellen wij onze informatie beschikbaar uit de bron. We gebruiken dit voor onze eigen toepassing. Met andere woorden, die bron die we openbaar beschikbaar stellen, daar vullen we onze eigen website ook mee. Iedereen kan deze informatie dus hergebruiken. In het kader van de wet hergebruik overheidsinformatie is dat eigenlijk ook een plicht als overheidsorganisatie. En we zien Plooi dan als hergebruik van onze informatie uit de bron. Dus Plooi kan dat gewoon ophalen en gebruiken om daar een hele mooie website van te maken. En dit sluit dus ook naadloos aan op die informatiekundige visie. En nou, ik gaf het net al aan, we doen dat in de samenwerking. In 2017 zijn we daar gestart met twee gemeentes. En dat is 2019 gegroeid naar 8 gemeentes. En vorig jaar zitten we ondertussen al op 16 gemeentes. Waarin we nu samen binnen het open webconcept dit soort bouwblokken met elkaar delen en ook herbruikbaar stellen. Dan ga ik toch heel even een vraagje. Ja. In welke mate sluiten die andere gemeenten ook op zo'n korte termijn aan op Plooi? Ja, nou, dat is dus inderdaad even waar ik ook zometeen in mijn presentatie zal ik even de stapjes laten zien. Een van de blokken die wij dus ook maken zometeen is de open publicatiedienst. Die wordt nu al door, volgens mij zijn er nu 10 gemeentes live die daar al gebruik van maken. En dat zijn er halverwege dit jaar dus al de 16 die live zijn. En die kunnen heel eenvoudig dus zeg maar deze API-structuur ook aanbieden op deze voorziening. Waarmee zij eigenlijk met één klik door hun leverancier deze functionaliteit toegevoegd krijgen. En de API aan Plooi beschikbaar kunnen stellen. Dus dan kan de koop die gewoon ophalen. Het plaatje, dan even een klein beetje voor de techniek uitleggen, de Common Ground. Eigenlijk is er hier de situatie zoals die is en waar we naartoe gaan. Dus het migratiepad ertussen, we zitten vaak in allerlei silo's opgesloten. Hè. Dus we hebben onze informatie in systemen zitten. En als je in een ander systeem wil, dan moet je het gaan kopiëren. En dan wordt het daar weer opgeslagen. En zo wordt alles
heen en weer gekopieerd. En we willen eigenlijk naar de common ground lage architectuur, waar we zeggen de datalaag, en dan kom ik even op de volgende dia, is eigenlijk losgekoppeld van de toepassing aan de voorkant. Dus eigenlijk willen we systemen opzetten waar iedereen de gegevens uit die datalaag kan ophalen. En dat wil ik gewoon aan de hand van een aantal live dingen laten zien, want dat spreekt vaak veel meer dan dit plaatje wat ik hier nu laat zien. Als ik dit solplaatje nou verder uitvoer, dan zie je bijvoorbeeld, pak even het voorbeeld, de website van de gemeente Buren, hoe dat dan opgezet zal zijn. Binnen de Common Ground kennen we twee typen bouwblokken. En dat zijn eigenlijk datadiensten. Dat zijn dus niks anders dan voorzieningen waar een medewerker die hier aan de voorkant zit, via een beheerinterface bijvoorbeeld in de open PDC een product of een dienst beschrijft, of in de open publicatiedienst een nieuwsbericht plaatst. En vervolgens gebeurt er eigenlijk niks mee. Het staat erin en de data wordt aangeboden aan een distributieplatform. En de VNG is daar de NLX voor aan het inzetten. Dat is eigenlijk de nieuwe digitale snelweg, waar zometeen alle berichtenverkeer van de VNG van de gemeentes overheen loopt. En daar sluiten we eigenlijk deze datadienst op aan, zodat toepassingen aan de voorkant gebouwd worden. Nou, die toepassingen, dat zijn eigenlijk de andere bouwblokken die we realiseren binnen dat open webconcept, waarmee je dus zeg maar die gegevens kan ophalen. Nou hebben wij dus een extra datadienst in deze pilot, een extra datadienst gemaakt voor die WOO-data. En specifiek in dit geval voor de Open WOP. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeldje van de Open PDC. Nou, dat ziet er aan de voorkant dus zo uit. Daar heeft de gemiddelde gebruiker niks aan. Maar een webontwikkelaar wordt hier heel erg blij van. Want die maakt er bijvoorbeeld een hele mooie website van voor de gemeente Buren. En die lettertjes die je net allemaal zag, die komen hier terug in subthema's. En als je die subthema's doorklikt, krijg je informatie over onze producten en diensten. Er worden linkjes doorgegeven, leesjes, honderd verordeningen erbij gehaald. Nou, dat zit allemaal in deze datadienst. En de website maakt daar een mooie voorkant van. En ook andere partijen, overheid.nl zou in principe gewoon met onze data de website voor de gemeente Buren kunnen opzetten in een totaal andere look en feel. Dus dat staat er helemaal los van. Feitelijk eigenlijk een headless oplossing. Dat hebben we ook gedaan voor de Open Pub. Dat is onze open publicatiedienst. Aan de voorkant maken we daar een mooie nieuwsbericht op. Dat ziet er dus ook op deze manier uit voor de gemeente Buren. Maar het leuke is, ondertussen zijn we al met 10 gemeentes die een Open Pub hebben. Dus die publicatiedienst en nieuwsberichten delen. Dan stap ik even over naar het internet. Hier zie je een toepassing die is gewoon gemaakt in HTML en JavaScript, een stukje techniek. Hier zit dus helemaal geen content management systeem meer achter. Dit is gewoon het ophalen van de nieuwsberichten van de gemeente Buren. Maar ik kan ook net zo goed klikken op Lansingerland. Die heeft ook zo'n datadienst. Stichtse Vecht, Hoekse Waard. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Ik kan al die datadiensten kan ik in één nieuwe interface een toepassing maken. En zo moet je eigenlijk ook zien. Ik doe deze weer buiten. Even kijken of ik daar weer terugkom. Waarschijnlijk ook even doen. Oh, zoals ik weer in de presentatie terug. Volger. Ja. Ondertussen een vraag stelt. Wat is echt een datadienst? Is dat nou een zaaksysteem of wel iets anders? Nee, een datadienst is eigenlijk niks anders dan een database die online staat en waar een invoervoorziening op zit om gegevens in op te slaan. Dat is eigenlijk de datadienst. Zo moet je het eigenlijk zien. Wij hebben dus een datadienst voor onze producten- en dienstencatalogus, dus eigenlijk waar we onze producten en diensten op slaan. We hebben een open publicatiedienst waar we onze nieuwsberichten inzetten, open agenda, open zaken, dat is een ander traject van de VNG. Dat is dus een database waar zaakgegevens opgeslagen liggen, maar je moet zelf dus nog een toepassing zoeken die daar gegevens in gaat aanpassen en verwijderen. Maar dat betekent dat iedereen dus die toepassingen kan maken, dus dat je niet afhankelijk bent van één leverancier die daar wat mee kan, maar dat Plooi bijvoorbeeld heel mooi onze open WOP-verzoeken kan ophalen. Nou, dat is eigenlijk het idee van een datadienst. Dat staat dus los van de toepassing aan de voorkant. Ik kan nog even die pagina hiervoor. Zo ziet de voorkant van een datadienst dus ook uit. Dat is een set. Dit zijn onze nieuwsberichten. En als je dat verder bekijkt, dan ziet dat er dus zo uit op onze website. En wat ik net liet zien, als jij zelf een nieuwe website wil maken voor alle nieuwsberichten van alle gemeentes, kun je dat zelf als maar een willekeurig bedrijf of overheidsdienst kun je daar een mooie website voor maken. Uiteraard hebben wij dus voor die WOP-verzoeken een proeftuin gemaakt. Ik zal even kijken. Wat wij dus eigenlijk doen, we hebben de open pub in deze geval. Ik heb daar volgens mij een mooie recheat van
Ik zal het ook gewoon even live laten zien. Ja, hier zie je eigenlijk het model zoals de architectuur eigenlijk neergezet is. Wij hebben een datadienst, dat is de open publicatiedienst. Daar hebben wij op verzoek van Plooi een nieuw model gemaakt voor WOP-verzoeken. Dus de Plooi heeft gezegd van nou, als je deze datadienst aanbiedt, dan kunnen wij er een mooie voorkant op bouwen, hè, namelijk Plooi. Maar wij gebruiken het zelf ook in onze eigen zoekmachine, worden nu ook de WOP-verzoeken teruggevonden en gepubliceerd. Dus wat wij eigenlijk doen, die datadienst bieden wij op die NLX aan. We hebben een eigen Elastics-index omgeving staan waar wij deze data indexeren. Maar datzelfde doet Koop ook. En Koop maakt een mooie voorkant op hun gegevens die uit onze open voorziening komen. En wij doen het zelf ook voor onze eigen website. Maar integreren dat hier eigenlijk in allerlei andere toepassingen. En dat kan ik zo ook wel even laten zien hoe dat dan in het werk gaat. Dus eigenlijk is dit de architectuur zoals wij aan de proef aansluiten op Plooi meedoen. En ik kan hier allerlei dingen laten zien. Ik kan ook kijken van zijn er bepaalde vragen. Ik denk dat dat eigenlijk het handigste is. Hier zie je ook de Single Digital Gateway. Dat is een van de andere Europese richtlijnen. Dat geldt hetzelfde. Onze open producten en diensten kunnen ook zo meteen door een Europees portaal opgehaald worden. Dus eigenlijk, we gaan ervan uit, als bevoegd gezag leg je de data in de bron vast. Dus stap naar over op die common ground architectuur. Richt je op het inrichten van de datadiensten. Voer ze op één plek in. Maak zelf een mooie website mee. En geef Koop je data. Dan kunnen die er ook iets moois mee doen. En volgens mij zijn er nog veel meer partijen die er hele mooie dingen mee kunnen doen. Eigenlijk gewoon vragen. Ik heb geprobeerd mijn presentatie zo kort mogelijk te houden om wat tijd voor vragen in te plannen. En als er een keer behoefte aan een verdiepingssessie is, dan kunnen we dat zeker een keer met de VNG oppakken. Waar ik ook gewoon live wat meer kan laten zien. Ik heb nu een kwartiertje. En ja, dat is gewoon te kort om allerlei dingen live op te laten zien. Ja, maar Holger, super. Volgens mij is het echt een heel mooi verhaal. En laat zien dat je daar op een moderne manier echt concreet kan aansluiten bij een common ground gedachte. En dat je daarmee ook op een volgens mij een relatief ook een beetje financieel verstandige manier kan aansluiten op Plooi. Ik zie op dit moment zie ik even geen 1, 2, 3 vragen specifiek voor jou gericht. Ik zie wel dat er steeds vragen binnenkomen voor Jelle. Ik zie Jelle ook hard en fronsend aan het werk. Ik wil je vragen volgens stellen dat er vragen binnen gaan komen dadelijk. Of ze alsnog wil oppakken. En wil ik eigenlijk nu graag het woord geven aan Maries. Hij is CEO-adviseur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, OCW. Om samen met Vincent hun ervaringen te vertellen. Maries, aan jou het woord. Ja, dankjewel Jeroen. Even kort als aftrap. Bij OCW, ministerie OCW, zijn we in 2018 begonnen met een pilot openbaar design. Toen was er ook al sprake van de WO. En we hadden het vanuit onze CIO office ook vaak over het by design principe. Waarbij we ons eigenlijk realiseerden dat we eigenlijk niet zo goed wisten wat dat nou precies betekent. Hè? Wat moet je nou precies allemaal doen om openbaarheid, tot openbaarheid te komen en zeker by design. Dus wat we gedaan hebben, zijn die pilot gestart. Heeft uit een aantal fasen heeft dat bestaan. De eerste fase was vooral verkennend, waarbij we een aantal gedachte-experimenten eigenlijk hebben gedaan door 5 processen te nemen. Die door te lopen, te kijken welke informatie objecten je daar tegenkomt en wat je moet doen als je die zou willen openbaar maken. Was leuk, maar toen kwamen we er toch wel achter van ja, dan weten we eigenlijk nog steeds niet helemaal precies wat het nou betekent om openbaarheid te realiseren. Dus we wilden concreter aan de slag. En toen kwam gelukkig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bij ons met het proces van de WABO-adviezen. Die wilden heel graag met openbaarheid aan de slag. Waarbij we dus die concrete casus hadden. En dat was de tweede fase waarin we met een multidisciplinair team ook dat hele proces hebben doorgelopen. En eigenlijk alle informatie, objecten die daarin zitten, bekeken hebben. En bepaald hebben van nou, wat moet je doen om die openbaar te maken? Kan dat of kan dat niet? Met een plan van aanpak. En de derde fase waar we eigenlijk nog in zitten is het daadwerkelijk tot actieve openbaarmaking komen. En dat is ook inderdaad nu gerealiseerd. En daar willen jullie graag in meenemen. Misschien heel even in het kort, WABO-adviezen, wat is dat precies? In feite als eigenaren van panden verbouwing willen, dan hebben ze een vergunning nodig bij de gemeente. Op het moment dat zo'n pand een rijksmonument is, dan wordt de RCE gevraagd om een advies. Dat gaat naar de gemeente en de gemeente gaat op basis van dat advies wel of niet een vergunning daarvoor verlenen. En ik wilde nu eigenlijk graag het woord geven aan Vincent. Ja, dankjewel.
Dankjewel, Maurice. Zoveel advies. Ja, het zijn qua orde grootte. Het zijn ongeveer 400 omgevingsaanvragen per jaar die ingediend worden. Dus ook 400 adviezen die bij de RCE terechtkomen. En wat we hebben gedaan, alvorens we in te storten in de techniek om het te gaan realiseren, is even te kijken waarom willen we dit nou eigenlijk? Wie wil dit en waarom willen we eigenlijk by design actief gaan publiceren? En dat vervatten wij onder de term klantwaarde. Dat is dan de volgende slide. Wat we gedaan hebben is dat we met de proceseigenaar van WABO, in dit geval is dat Leonard de Wit, binnen de RCE hebben gekeken van waarom wil je actief openbaar maken? Wat is het doel ervan? Is het puur alleen maar het online zetten en daarmee basta? Of wil je iets bereiken? En nou, hier kun je het al lezen, maar de essentie die Leonard nastreeft en ook nastreeft, is dat de adviezen gewoon transparanter zijn. Meer delen, want je moet je voorstellen, ik heb een rijksmonument, ik wil iets aan een dakkapel doen of wat dan ook, dan moet ik een omgevingsvergunning aanvragen. Maar ja, hoe moet ik die aanvragen? Wat moet er over in staan? Is er een president of iets wel of niet kan? Wat de proceseigenaar wilde, is veel meer inzicht voor de burger, dat hij vooraf zich beter kan equiperen van ga ik het halen, gaat het lukken? Maar ook al rondkijken, wat is er om me heen gebeurd bij andere kerken of bij andere soort monumenten? Dus transparantie, meer delen en de burger ook gewoon beter informeren. Dus zoals hij dat zegt, mooi meer impact maken. Nou, dat hebben we gedaan. En we zijn de resultaten doen. Ja, de volgende slide alsjeblieft. Nou, dit is dan een slide van 24 september. Toen waren het er 44. We zijn per september 2020 zijn we live gegaan. En inmiddels staat de teller op 161 actieve publicaties. Het gaat via het aanleverloket. En zoals Jeroen ook al aan het begin aangaf, gisteren 14 april is er dus weer eentje gepubliceerd. Dus het proces is gewoon live. Het draait eigenstandig de publicaties lopen. En het wordt ook opgepikt en het wordt ook hergebruikt. Dat is hartstikke leuk. Ja, dit is een voorbeeld van een publicatie of van een advies. Wat we uiteraard gedaan hebben, even als meer een detail, maar wat we zeker doen is, we laten de brief open, dat is gewoon wat het is, maar uiteraard wel AVG-proof. Dus voor de detailisten onder ons, achter ter attentie van, staat er geen naam en bij contactpersonen staat er niks en ook geen telefoonnummer, wat dan ook. Dus dat halen we er netjes uit, gewoon keurig binnen de procedure en voor de rest is die gewoon volledig actief openbaar. Wat ook leuk is, nou ja, wat je doet is, dus wat wij gedaan hebben, is niet stoïcijns eigenstandig het maar gepubliceerd hebben, maar dat we ook gekeken hebben van, hey, wat doet het met onze omgeving? Dus we hebben ook heel goed nagedacht over de communicatie. Dus dit is dan een communicatie op de RCE website, maar ook breder daarvan gekeken van hoe kunnen we communiceren en hoe kunnen we in die keten nou iedereen meenemen, dat dit niet als een voldoende feit komt, maar dat iedereen ook in zijn eigen tempo snapt wat er gaat gebeuren. Zeker ook al die gemeentes. Die weten dat wij dit gaan doen en hoe we dat gaan doen en dat ze dat oké vinden. Volgende slide. Nou, wat je hier ziet is een aantal voorbeelden. Links is een tweet van de directrice van de RCE, waarin ze aangeeft een lang gekoesterde wens in vervulling. Onze adviezen openbaar. Nou, dat is gelukt. En wat ook leuk is, en dat is de middelste en ook rechts, en vooral de middelste, Heemschut. Ik ben geen adviseur vanuit de RCE op dit vlak, maar ik heb wel inmiddels begrepen dat Heemschut die kijkt goed mee om te kijken of dat allemaal goed gaat en is gewoon een soort vriendelijke waakhond om mee te kijken dat het goed gaat. En zij reageerde ook zeer positief wat de RCE gedaan had en zo ook vanuit andere contexten ook gewoon goed ontvangen van een mooie stap die gedaan is. En dat vonden we erg gaaf om te doen. Maurice, het woord terug naar jou. Dankjewel Vincent. Ik wil inderdaad eventjes de lessen die we daarbij geleerd hebben kort toelichten. En eigenlijk begint het bij de eerste les al meteen wat de kern is van eigenlijk al onze lessen. We hebben natuurlijk in de aansluiting op Plooi hebben we de stappen ook ondernomen die Jelle al had toegelicht. Maar het gaat veel verder. Het is, onze les is echt dat als je tot actieve publicatie van informatie over wil gaan, dan is dat echt heel ingrijpend in je organisatie. Je moet je proces aanpassen. Er zit een kwaliteitsslag op, hè, waarbij je extra checks en balances inbouwt om toch echt zeker te weten dat wat er dan openbaar wordt, dat het ook echt goed is.
Je hebt heel veel afstemming daarmee ook nodig met medewerkers. Je moet richtlijnen uitzetten. Je moet daarin ook de medewerkers begeleiden en trainen. Dus er komt heel veel communicatie weg, intern, naar alle lagen van de organisatie. Maar zoals Vincent ook al aangaf, ook communicatie naar buiten toe, naar de ketenpartijen, zeg maar. Dus ja, echt onze boodschap. Het is niet alleen een technisch feestje, maar het is eigenlijk een organisatieverandering. Maurice, ja. Een vraag in de chat. Ja. Nadat Vincent het over de geanonimiseerde brief. Maken jullie nou twee versies van een brief? Of maken jullie één versie van de brief en anonimiseren jullie die later? Dat laatste. Dus we hebben keurig, we hebben gewoon het nette archief bescheiden. Gewoon het echte record. Maar voor de publicatie, omdat het ook andere doeleinden heeft, willen we of zijn we AVG-proof. Oké, welke software gebruik je ervoor? Dat is in dit geval nog de handmatige software. Oké, ja. We praten ook over 400 stukken per jaar ongeveer, had je het over. Precies. Ja. Dus ja, oké. Dank je. Oké. Als ik verder ga met de tweede les, daar heeft eigenlijk Vincent al het een en ander over laten zien, overwegend positieve reacties. De derde les, dat heeft heel erg met die eerste te maken. Hè? Want op het moment dat je eigenlijk praat over een organisatieverandering, dan is een rol van zo'n proceseigenaar heel erg belangrijk. Ook dat die best hoog in je organisatie zit om gewoon die verandering in je organisatie richting te geven. En ook backup te dienen, zeg maar, naar directie. Dus dat hadden wij in dit geval met een goede proceseigenaar. Dus dat was heel helpful. De vierde, dat is echt onze aanpak waar we in geloven. Die multidisciplinaire aanpak. Wat betekent dat we echt medewerkers uit het proces zelf in het team hebben. Informatiebeheerders, juristen, technische mensen, communicatiemensen, functioneel beheerders, noem het maar op. Juist omdat je dan heel snel met elkaar kan afstemmen, heel snel met elkaar kan schakelen. Dus je komt genoeg knelpunten tegen, maar die kun je met z'n allen gewoon oplossen. Dus dat werkt gewoon ontzettend goed. En gewoon wat de feiten daarbij is. Het is gewoon ook heel leuk om multidisciplinair bezig te zijn. De volgende lessen die we hebben geleerd is, dat gaat eigenlijk over plooi. Het is een oude technische ICT-wet bijna van ja, op het moment dat je op een platform aansluit of een systeem dat nog in ontwikkeling is, dan is dat niet altijd eenvoudig. Nou, dat hebben we ook ondervonden. We waren eigenlijk een van de eerste. En dat betekent dat je nog wel eens schuivende planningen had. Dat het toen nog wel lastig was om de juiste contactpersoon te vinden. We waren live en als er dan iets is, dan merk je dat de beheerprocessen nog niet helemaal op orde zijn. Is geen verwijt, maar wel weer een bevestiging eigenlijk van die ICT-wet. En in feite zitten we nog steeds natuurlijk in een fase van ontwikkeling, want dat heeft ook met les 6 te maken. We hebben nu een handmatige koppeling en met 400 adviezen die we actief openbaar maken, is dat allemaal nog wel te doen. Maar dat merk je ook wel duidelijk uit de reactie van de RCE. Op het moment dat je meerdere processen gaat aansluiten of dat de omvang om wat voor reden dan ook zou toenemen, dan is het eigenlijk niet meer haalbaar. Je moet dan echt naar een automatische koppeling. En dus wat dat betreft ook met zo'n de komst van de WO, waarin veel meer processen, veel meer informatiecategorieën actief openbaar gemaakt zullen moeten worden. Dan is echt die automatische koppeling nodig. Dat is eigenlijk wat we zeggen. En 7 tot slot, dat is eigenlijk een de les wat aangeeft. Hè, dat heeft te maken met de angst. Op het moment dat je mensen mee laat kijken in je adviezen, dan was ook bij de RCE natuurlijk best wel de angst van nou goed, gaat dan niet iedereen zich bemoeien met ons eigen proces? Nou ja, dat is gewoon niet zo. Tenminste, dat is niet onze ervaring op dit moment. Dus dat vonden we toch ook wel belangrijk om als positieve noot mee te geven. Hey Maurice, een vraag in de chat. Ik ga het aan. Het is ook met name toch echt het organisatiekundige. Ook een verandering natuurlijk hè, voor RCE in dit geval geweest. Ja. Kan je concreet daar een voorbeeld van noemen? Is er dan iemand vraagt nu, is er een andere manier van besluit opstellen is aan de orde? Of moeten eventueel ambtenaren anders gaan schrijven? Of zijn er andere voorbeelden? Ja, precies. Je zult toch rekening mee moeten houden dat datgene wat je opschrijft, dat het openbaar wordt. Dus dat betekent toch dat je volgens richtlijnen, Vincent noemde bijvoorbeeld al de AVG-richtlijnen, daar moet je rekening mee houden.
Maar ja, het gaat ook over de gevoeligheden, dat je dat wel op een goede manier opschrijft. We noemden ook al de checks en balances die er toch daarna ook ingebouwd moeten worden. Van toch even controleren of het wel goed is wat er naar buiten gaat. Of er toch niet iets van persoonlijke gegevens of iets dergelijks instaan. Dat zijn wel de dingen waar je allemaal rekening mee moet houden. Ja, wat je ook ziet is dat ook een stukje kwetsbaarheid van adviseur ineens er komt. Ja. Want die adviseur die doet gewoon, ze stinken de best. Het is echt het is mooi specialistisch werk. Ik heb die stukken ook gelezen en denk, indrukwekkend. Maar het kan dus zijn dat die dakkapel van jouw pand dus gewoon niet gebouwd mag worden. En ja, dat heb je dan wel tussen haakjes veroorzaakt. En het is gewoon je werk. En tegelijkertijd is het dus, maar als dat actief gepubliceerd wordt, is het fijn dat je een proceseigenaar en directie hebt. En dat zo staan ze dan ook in, maar dat je het ook weet. Dat je je werk gewoon kunt doen. En dat het oké is. En dat klinkt heel weinig misschien, maar het is juist heel veel. Want dat zet de weg open om netjes je werk te kunnen blijven doen. Hey, een stomme vraag, Vincent, maar ik zie nou in de chat dat iemand die heel fanatiek is nu aan het kijken is op open-pilot.overheid.nl. Ja. En zegt, shit, ik zie een aantal dode linkjes bij RCE. Nou, de links zijn in de chat. Kijk, dat zou niet moeten. Ja, dat is niet de vraag voor mij. wat we gewoon netjes doen is netjes via het aanleverloket publiceren. En de laatste, ik heb hem toevallig openstaan, is de Glipperweg 9 in Heemstede. En als ik daarop klik, dan loopt hij netjes door. En netjes gepubliceerd in Heemstede 14 april. En de publicatie, en heb ik zo de PDF voor me snufferd. Dus in die zin volgen we netjes de procedure zo Plooi die heeft aangegeven. Misschien kan ik nog even de laatste sheets waarin eigenlijk een eindconclusie staat. Want uiteindelijk uit de lessen die we die we net eigenlijk behandeld hebben. Met de RCE hadden we een proces waar we echt impact konden maken. Dat had Vincent al verteld. Wat ook best wel gestructureerd was, waarin de schaal goed was. En de medewerkers hoog opgeleid, die kunnen wat dat betreft ook veel veranderingen aan. Hè? De organisatieverandering waar ik het over had. Maar eigenlijk de bottom line is, als je actief openbaar wil maken, doe dat gestaag en doe het ook heel zorgvuldig. Kies welke processen je doet en doe het gewoon echt heel zorgvuldig. En dat is de volgende sheet. We zitten nu natuurlijk in de situatie van de implementatie van de WO. Nou, ons idee is dat de pilot daar echt wel een succesvolle aanpak voor heeft laten zien. Maar wat je bijvoorbeeld ziet met de parlementaire ondervragingscommissie voor de kinderopvangtoeslag, waarin dan ook geroepen wordt door de regering dat het Rijk in ieder geval alle beleidsdocumenten die aan de Kamerbrieven ten grondslag liggen per 1 juli direct actief openbaar gemaakt moeten worden. Ja, dat is een tempo, dat kun je eigenlijk bijna niet doen. Dat staat haaks op dat gestage en zorgvuldigheid. Nou, inmiddels zijn er allerlei nuanceringen wel weer aangebracht door de politiek, maar... wij zeggen, hou echt zoveel mogelijk vast aan dat gestaag en zorgvuldig aanpakken van die openbaarheid. En dat is eigenlijk de centrale boodschap van wat wij geleerd hebben. Helder, dank je. Heel mooi verhaal. Er komen een paar vragen nog in de chat, zie ik. Onder andere van de Nol. Gebruikt de RCE een lokale opslag en Plooi of een eigen opslag? Wat we doen is dat we de opslag van Plooi gebruiken. Dus er wordt daadwerkelijk een PDF geüpload, even plat gezegd. Maar goed, eigenlijk hoor ik je dan zeggen, Vincent, je hebt twee opslagen. Je hebt één, je staat gewoon op binnen RCE, ja. Binnen een DMS of een andere Zeker. Applicatie. En vervolgens gaat uploaden en wordt als het ware, niet alleen maar verwijsindex gebruikt, maar ook daadwerkelijk opgeslagen binnen de Plooi-omgeving. Ja, binnen OCW hebben we onze eigen kernapplicatie en die draait gewoon netjes binnen de firewalls. Allemaal goed. En wij zorgen gewoon dat die publicatie dan op het aanleverloket, via het aanleverloket op Plooi terechtkomt. Ja, helder, dank je. Ik wil even nog teruggaan naar Jelle. Want mij heeft Jelle een half uur lang zitten typen. Jelle, zijn er nog bepaalde vragen geweest waar je denkt, het is goed om die nog even actief te delen? Eigenlijk de vraag van net wat Noel aangaf, is dat ik er eigenlijk al wel reactie op gegeven van dat ik dat ook al richting het technisch team heb gestuurd, dus die link. En er staan er nog twee open, maar dat zijn meer juridische vragen, dus misschien goed om ook even aan Juliette voor te leggen, waar ik niet direct 1-2-3 antwoord op heb. Ik zag ook een paar vragen, Jelle, langskomen over wat zijn de kosten om aan te sluiten op Plooi? Ja. En als het aansluit, waar moet ik me aanmelden? Ja, we hebben een beheerkostenmodel op dit moment opgesteld in samenwerking met de koepelorganisaties. Voor de provincies, waterschappen en centrale overheid vragen wij een vast bedrag per organisatie. Bij de gemeente zijn we uitgegaan van inwonersaantallen per
gemeente, dus een kleine gemeente draagt dan relatief minder bij, zeg maar, of absoluut bedoel ik minder bij dan een wat grotere gemeente. Dat is op dit moment de stand van het beheerkostenmodel, dat kunnen we uiteraard ook delen. Dat is op dit moment de stand van zaken. Mogelijk zal dit nog in verandering onderhevig zijn, gezien de verplichtstelling in de boom, maar dat kan ik op dit moment nog geen, weet ik op dit moment nog niet. Hey, en stel ik wil aansluiten op Plooi, kan ik dan ook al morgen of overmorgen aansluiten? En zo ja, wat moet ik dan doen? Eigenlijk zodat die in de, zoals je ook voorbij is gekomen in de presentatie. Dus geef in ieder geval even een geel aan mij persoonlijk. Jelle.verburg@overheid.nl. We plannen dan op dat moment een intakegesprek in om jouw situatie ook inzichtelijk te krijgen. Maar dat kun je pas doen zodra je zelf weet, ja, ik kan zelf overgaan tot publicatie. En dat gedeelte, dat hebben wij natuurlijk niet in de hand. Dus zodra jij als organisatie, dat kan met een bepaalde categorie zijn, zeg van ja, ik kan overgaan tot publicatie, kom bij ons en dan gaan we het zo snel mogelijk proberen te regelen. Ja. Hey, nog één vraag, één voor nu dan. Ik zie een berichtje van Nicole, die zegt van, wat zijn de kosten voor een uitvoeringsorganisatie? Ja, dat is een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld een veiligheidsregio of bijvoorbeeld een omgevingsdienst. Ja, nou in principe is het zo dat wij kosten vragen aan de zeg maar de hoofdorganisatie, maar lid van de gemeente. Is het zo dat gemeenschappelijke regelingen daar gebruik van kunnen maken omdat via de gemeente de kosten in rekening brengen. Dat is op dit moment de situatie. Dus een baas, zeg maar, gemeenschappelijke regelingen, hoeft niet zelf nog aansluitkosten te betalen of kosten, alleen kosten misschien voor data, voor opslag. Ja. De aansluitkosten die gaan naar de gemeente, provincie of ook wel waterschappen. Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, dank. Het is ook bijna 2 uur. Mooi binnen een uur hebben we dit webinar afgerond. En ik denk, als ik even naar de verhalen kijk, is ook onder andere een oproep ook van Holger. Als je meer interesse hebt, dan kun je misschien wel een aparte keer een uur of anderhalf uur over het verhaal van buren vertellen. Ik zag altijd verschillende mensen daar belangstelling voor hadden. Dus mijn voorstel is dat we dat gewoon in gaan plannen, Holger. De presentatie, het webinar, de Q&A's, de handreikingen, zoals Jelle die zei, die zijn allemaal straks te vinden op kia.pleio.nl. Zullen de komende anderhalf, 2 dagen daar allemaal op geplaatst worden. Mocht je nou bij een gemeente werken en mocht je nou actief de werkgroep willen volgen of minimaal kennis willen nemen of vragen kunnen stellen aan collega's, dan kan je je melden op forum.vng.nl. Er zitten ondertussen een kleine 1600 collega's in. Ik wil ook nog graag wijzen naar een nieuwe wegwijzer die we hebben uitgegeven vanuit VNG-realisatie. Om op terrein van gripinformatie eigenlijk een overzicht te geven van alle oplossingen die je zou kunnen gebruiken. Die concreet toepasbaar zijn. Staat op www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/grip-op-informatie. Dat is onze projectpagina. Daar staan meer relevante producten. Ik kan wel aan, we hebben deze week 14 webinars. En er is er eentje is er echt vorige week nog bijgekomen. Die is volgende donderdagmiddag. Het gaat over de wijziging van het archiefbesluit en archiefregeling. Dat is een samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daar hoef je niet specifiek aan te melden vooraf. Maar kan je gewoon gebruik maken van de link. En die link staat ook op kia.pleio.nl in de agenda. En als we het toch over de agenda hebben, zet dan vast daarin. 4 tot en met 11 november aan het eind van dit jaar hebben we een vierde week van grip. Waarbij we hopen dat we minimaal 1 dag fysiek kunnen doen. En de andere dagen zullen allemaal weer gewoon digitaal via webinars plaatsvinden. Bedankt voor jullie aandacht. Jullie krijgen nog een evaluatie met verzoek om die in te vullen en aan te geven van wat je wat vond en wat er ook wel beter kan. En mocht je ook nog vragen hebben aan ons, dan kan je ons mailen op grip@vng.nl. Voor nu een fijne middag, misschien bij een volgend webinar en anders was het een goed weekend. Groetjes!